Wat is eigenlijk uw belangrijkste punt van kritiek op deze regering? Als u er één mag uitleggen. De dag dat hij die verklaring heeft afgelegd, is ironisch genoeg de projectie van het IMF uitgekomen, de recentste over onze begroting. En wij gaan naar 6%, bijna 6% tekort in 2028. En we zakken naar bijna 10% tekort, omdat de begroting structureel ongezond is. Bij ongewijzigd beleid moet u er elke keer bij zeggen. Ja, dus het begrotingstekort, de laatste keer dat ik er iets over te zeggen had, in 2018, was minder dan 4 miljard. Het is vandaag... dat was voor een coronacrisis en voor een energie. Meneer De Vadder, het is crisis voor iedereen. In het IMF zijn wij de allerslechtste. Griekenland en Italië doen het veel beter dan wij. Naar die 6%, laat staan, nog iets verder. Dus als je niet onmiddellijk begint te hervormen, wat we hier gisteren al hadden moeten doen, dan gaan we de dieperik in. Dus ik vind die verklaring hallucinant. En dan nog op het einde zegt hij, ja, maar Vlaanderen moet wat meer zijn best doen. Dat is de enige entiteit, lees het planbureau, die naar overschot gaat. Brussel en Wallonië houden zich aan de afspraken, die zijn failliet. Het Rekenhof valideert zelfs hun begrotingen niet meer. Die gaan naar schuldgraden van 200% en 300%. Dat zijn de goeie. Ja, mag ik zeggen dat hij op de knieën zit voor de Franstaligen? Ik zal niet meer, ik zal geen sterke beeldspraak gebruiken, maar dit is gewoon hallucinant. Ja. Ja, maar dan heeft het zo gezegd goed het gedaan. Is ook nog rood. Het blijft rood. Dat is een zeker. Maar natuurlijk, Vlaanderen heeft ook technieken toegepast door een aantal zaken uit de begroting te halen. Hè. Laten we wel wezen. Niet in de, lange, in de basishypothese op lange termijn. Hè. Die zitten iedereen wel in de hypothese om het doel volgend jaar te bereiken. Dat klopt, een aantal investeringen. Maar niet in de basishypothese waar we naar overschot gaan. Hè. Maar wat er juist is natuurlijk, is dat wat de Croo doet eigenlijk met zijn begroting, wat hij gedaan heeft met de F-16's voor Zelensky. We gaan ze u geven, maar nu nog niet. In 25, als de volgende regering het eens is. Hmm. Wel, de volgende regering, bonne chance als die zich over deze begroting moet gaan buigen. Want inderdaad, bij ongewijzigd beleid zit je, zoals die IMF zegt, zit je daar aan die 6%. Ja, je moet daar wel aan beginnen. Hè. Je zit met Brussel bijvoorbeeld met een gigantische probleem. Het is de Achilleshiel. Maar als u de vergelijking zou moeten maken, de Vlaamse regering, waar de N-VA de leidende partij is, of de federale regering, wie heeft er het beste gewerkt? Wel, ik denk dat Vlaanderen onmiskenbaar heeft beter gewerkt. Hè. Vlaanderen is natuurlijk ook rijker, laat ons wel wijzen. Hè. Dus een betere vertrekpositie. Ze hebben een betere vertrekpositie. Hè. Dat is onmiskenbaar zo. Want dat zelfs iets beter mogen zijn onder ons. Er is veel tijd. Er is in deze Vlaamse coalitie enorm veel tijd verloren met interne tegenstellingen en elkaar afkatten. Dat kan ik me leven, ja. Dus, maar het had wel sinds beter gekund. Maar zij, ja, wij liggen nu eenmaal waar wij liggen. Wij zitten in een betere positie. Er was een tijd waarin Vlaanderen zich beriep op evenwichten, met ook het argument: we helpen daarmee de federale overheid of het hele Belgische naar Europa toe. Maar die tijd is achter de rug. Excuseer, in 2028 gaan we net geen 6% tekort hebben omwille van het Vlaamse overschot. Die tijd is helemaal niet achter de rug. Maar de eenzijdigheid waarmee Wallonië en Brussel alle begrotingsregels overboord hebben gesmeten en de putten niet diep genoeg kunnen maken, rekenende op de inflatie, het smelten van het Vlaamse spaargeld noem ik dat, en meer inkomsten, il n'y a pas assez de recettes pour nos dépenses, zoals die Roepo het altijd zegt, om het toch weer goed te maken. Nooit is het zo schaamteloos gebeurd als de afgelopen jaren. En u hebt gelijk, Vlaanderen is een krakende wagen, heel veel ruzie in de regering. Maar er is ruzie omdat er wordt bestuurd. Ik ben het niet eens met wat je zegt dat wij zomaar rijker zijn. We zijn rijker omdat wij besturen, omdat er nog iemand op de centen let. Omdat wij in tegenstelling tot wat Koen Geens over het federale zegt, in staat zijn om op tijd beslissingen te nemen. En niet altijd populaire beslissingen. De hervorming van de woonfiscaliteit, wat we met het kindergeld hebben gedaan, zijn besparende maatregelen. Krijg je geen applaus voor op straat, maar een goede huisvader moet besturen. Federaal wordt er niet bestuurd. Okay, maar niet bestuurd. We gaan gewoon los naar de muur.